Vrouwen worden niet gestimuleerd tot politiek leiderschap. Dit benadrukt de cultureel antropoloog Henna Guicherit gisteravond tijdens het debat de participatie van vrouwen in de Surinaamse politiek, verleden, heden en de toekomst. Guicherit, die de keynote spreker was bij dit debat, haalde aan dat er nog steeds geen evenwicht is tussen mannen en vrouwen in de politiek. Volgens haar worden vrouwen bewust buiten bepaalde posities gehouden, waardoor zij geen politieke functies ambiëren. Echter gaat de strijd in zowel Suriname als in de rest van de wereld tegen deze vorm van ongelijkheid onverkort door. Guicherit, die ook genderspecialist is, zegt dat er waardering moet komen voor vrouwen die bewijzen dat ook zij goede politieke leiders kunnen zijn. We hebben te maken met een grote mate van ongelijkheid, een grote mate van genderongelijkheid en we moeten naar gelijkheid. Omdat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Omdat er sprake moet zijn van een rechtvaardigere verdeling van de productieve en reproductieve taken. Omdat vrouwen ook in gelijke mate moeten delen in de macht. In gelijke mate moeten delen in de macht. Niet voor 29% of 30%. En omdat we ook weten, leiding geven, laat niemand u iets wijs maken. Leiding geven en machtsposities zijn niet aangeboren. Toch? Want je hoort het zo vaak zeggen. Man, die mannen zijn geboren leiders. Dan zijn ze geboren monteurs. Maar broek aan Jergotofie, geboren monteurs. Niks geboren, aangeleerd. Dit debat is georganiseerd door de Women Power and Politics Foundation. Het panel bestond uit vrouwen in de politiek onder wie Cheryl Dijkstil, Angelique Del Castillo, Jennifer Vreedzaam en Maisha Neus. De panelleden zijn het eens met inleider Guicherit. Ze benadrukken dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de politiek eindelijk van de grond moet komen. Del Castillo zegt dat vrouwen wel toppolitieke functies kunnen bekleden en dat het nu tijd wordt dat ze daartoe de gelegenheid krijgen. Dat ieder stem gehoord wordt op een gelijke wijze. Dus die politieke gelijkheid hoort daarbij ook. En het is ook een doel van de democratie dat iedereen zich gelijk gehoord voelt. Dus sowieso zou ik het eens zijn met deze stelling. Okay. We hebben denk ik, volgens mij gaan we allemaal hetzelfde antwoord geven. Want we zijn allemaal vrouwen, laten we eerlijk zijn. We willen allemaal dat het inderdaad een 50-50 equal vergelijking is of gelijkheid is. En dat inderdaad de stemmen van zowel de man als de vrouw gehoord worden. Maar ik heb ook een paar goede opmerkingen gehoord uit de zaal vandaag. Het is ook van belang dat we kwaliteit, integriteit en noem maar op voorop stellen. Want niet omdat je alleen een vrouw bent, maakt dat je een goede kandidaat. Het gaat ook om jouw inborst en jouw willingness om Suriname vooruit te brengen. Helemaal. Er zijn microfoons daar. Hoor. Ja, dank je. Ik zou zeggen in volgorde. Eerst een voorwaarde en daarna een doel. Als je denkt in termen van randvoorwaarden, dan zou ik kiezen voor die politieke gelijkheid, voor wat betreft gender dus. Eerst als voorwaarde en daarna als doel. Met dit debat wil de Women Power and Politics Foundation bewustwording teweeg brengen voor gelijkheid in de politiek. Deze stichting is voortgevloeid uit de netwerkgroep Vrouwen in Politics, welke in 2017 begon met het bouwen van een netwerk. Elk daaropvolgend jaar zijn er activiteiten ontplooid om de bewustwording te versterken. Dit alles heeft geleid tot de formele oprichting van de Women Power and Politics Foundation op 1 november 2021. Dat waren dus enkele indrukken van het debat, de participatie van vrouwen in de Surinaamse politiek, verleden, heden en de toekomst.